Het kabinet komt nu met een voorraadvergoeding. Hè? Ja, het kabinet die belooft dat winkels die dus sinds gisteren de deuren hebben moeten sluiten en die hun voorraad niet meer kwijt kunnen, dat die daar een vergoeding voor gaan krijgen. Nou, wat dat precies is, hoe hoog dat bedrag is en de uitwerking daarvan, dat moet nog volgen deze week. Maar het doet een beetje denken aan ook die ijskastvergoeding die eerder voor de horeca ter beschikking werd gesteld. Dat was toen gemiddeld zo'n €2500 als vergoeding voor producten die vervolgens lagen te verrotten omdat de horeca niet meer open kon. Ik heb op dit moment verbinding met Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Goedemorgen, meneer Vonhoff. Als die vergoeding een beetje vergelijkbaar is, hebben de ondernemers er dan wel iets aan? Dat denk ik wel. Ik bedoel, nu is er niks, alleen de winkel dicht. En als deze vergoeding erop lijkt, dan gaat het ongeveer om 2,8% van de omzet, zoals het in ieder geval in de ijskastvergoeding en in die omstandigheden, dat is wat je eigenlijk onderaan de streep over zou houden normaal gesproken als je je voorraad zou verkopen. Dus ik denk dat het een flink aantal ondernemers in ieder geval helpt om verder te komen. Nou hebben we je eerder ook gesproken en zei je, we missen vooral echt nog perspectief. Hoe gaan we het doen vanaf 19 januari? Is daar inmiddels verandering in gekomen sinds ook het debat met de minister-president? Nee, ik denk dat de toezeggingen die daar gedaan zijn, dat waren natuurlijk de vragen die we stellen, namelijk van zet nou vol in op dat testbeleid, vol inzet op vaccinatie, openingen bieden. Gelukkig gaan de proeftuinen door, de field labs zoals ze genoemd zijn. Dus er wordt op allerlei, en er is zelfs nu er wordt nagedacht over een fonds om een soort garantiefonds voor evenementen, zodat evenementenorganisatoren al wel de eerste maatregelen, de eerste voorbereidingen kunnen treffen voor evenementen, bijvoorbeeld in de zomer. En als het dan onverhoopt toch niet door mocht gaan, dat er dan een garantiefonds is. Daar zijn we heel blij mee. Ja, nou hebben jullie nu hebben jullie natuurlijk een hele wensenlijst. Wat is het meest prangende ding waarvan je denkt, dat moet echt geregeld worden de komende tijd? Het is inderdaad een hele wensenlijst. Ik moet zeggen dat er ook heel veel, die voorraadvergoeding is wel heel snel resultaat. Hè. Dat is een van de eerste dingen die wij tegen het kabinet zeiden toen ze deze maatregelen afriepen. Van joh, denk nou vooral na over die winkeliers die nu plotseling de deur dicht moeten doen. Dat is mooi. Ik vond in het debat wel heel fijn dat er nog wat geroepen werd over de startende ondernemers. Ondernemers die dit jaar zijn begonnen en dus geen gegevens hebben uit het vorige jaar en daarom niet in aanmerking komen voor heel veel regelingen. Het kabinet heeft ook gezegd daaraan te werken. Nou, daar zijn we erg blij mee. En ik zou het nog wel heel erg prijs stellen als we ook kijken naar de zelfstandige ondernemers zonder personeel. Hè. Dat zijn die ondernemers in de reisbranche die eigenlijk ook een beetje achter het net vissen. Nou, er is nog genoeg te doen en ik begrijp dat lang niet alles lukt. Maar ik ben blij dat in ieder geval het gesprek ook nog niet afgelopen is. Dank voor de toelichting, Jacco Vonhoff, en succes met de lobby. Ja. Als we kijken naar die steun voor ondernemers, de winkeliers, maar ook dus die startende ondernemers, de ZZP'ers, waar zit dan voor u de meeste urgentie? Waar moeten we meer voor doen? Ja, eigenlijk voor allemaal, want ze hebben het allemaal gewoon heel erg zwaar. En je moet je voorstellen dat als je een eigen onderneming hebt, de mensen zijn niet gewend om hun hand op te houden. Dat is alleen al heel erg lastig. Zitten natuurlijk vaak ook met verantwoordelijkheden en hebben vervolgens veel minder inkomen. Het is natuurlijk gewoon echt verschrikkelijk. Kijk, er is een enorm steunpakket en nog is het niet voldoende. Moet dat dus nog ruimhartiger wat u betreft? Nou ja, weet je, zo ruimhartig als mogelijk is, want we moeten ook ergens, moet dat wel weer terugkomen. Dus ergens gaan we daar de pijn van voelen. En ik denk ook na de verkiezingen dat het heel goed is dat partijoverstijgend we daar met elkaar gewoon de schouders onder zetten. Want we zullen ook maatregelen moeten nemen daarna, na corona, die gewoon minder leuk zijn. Ja, maar wat bedoelt u daar dan mee? Jij bedoelt dat geld weer terugverdiend moet worden. Moet dat geld terugkomen. Ook als je kijkt bijvoorbeeld hoeveel extra er geïnvesteerd wordt in de zorg. Dat is volkomen terecht. Maar ergens moet dat natuurlijk weer terugkomen. Bent u nou gewoon de eerste lijsttrekker die zelf begint over we moeten ook bezuinigen? Nee. Maar we moeten met elkaar natuurlijk wel kijken naar hoe we dat uiteindelijk betaalbaar gaan houden. Want we hebben in Nederland fantastische zorg, een goed pensioen. We hebben van alles. We hebben dit steunpakket. Als je kijkt naar de landen om ons heen. Nou ja, ik denk dat Nederland het wat dat betreft heel erg goed doet. Daar mogen we blij mee zijn. Precies. Nee, maar goed. Dit is zeker een discussie die nog gevoerd gaat worden.